Ja, ik denk dat heel wat mensen op voorhand niet hadden gedacht dat het zo close ging zijn. Ja. Waar heel wat mensen die op voorhand dachten, hij gaat zijn nek breken. En in de weken daarvoor ook sommige van uw collega's die mij vroegen van wat is het gevoel op het moment dat ik daar zei, het zal een dubbeltje op zijn kant zijn. Ja, heeft u alleen, bij ons nog gezegd, hè? Ja, dubbeltje alleen op zijn is kant, de vraag, dat alleen leek is de het vraag, ook. Ja, alleen is de vraag naar welke kant gaat het vallen. Ja. Dat waren sommige van uw collega's die wat met gefronste wenkbrauwen zaten te kijken van Maar goed, ik ben daar zeer dichtbij geweest. Bij CD&V was het ook nipt, waar Joachim Koens het met net iets meer dan 50% haalt van Sami Mehdi, die op zich het profiel had van de jongere uitdager. Dat was bij u hetzelfde. Die was de uitdager ten aanzien van de zetelende. Ja, jong was misschien iets minder. Iets ouder, iets rijper. Maar ook wel degene die tegenover de zetelende voorzitter zat dan in deze partij. Ik kan me inbeelden, als het zo dichtbij was, die overwinning, zo nipt, dan doet het misschien ook net iets meer pijn. Het was zo dichtbij. Ja, ik ga dat ook niet onder stoelen of banken steken. Hetgeen wat Sammy ook zei na. Hij zei van ja, ik heb meegedaan om het te worden. Ja. Dat heb ik ook gedaan. En uiteraard ben je dan even ontgoocheld. Maar goed, ik ben daar zeer snel doorgeraakt. Dat vreet wel even aan je, maar je moet ook op een gegeven moment door. En ik denk dat het goed was voor de partij dat we dat debat hebben gehad. Als we daar nu de juiste lessen uittrekken, en zo ziet het er ook naar uit, en als we die samenwerking ook zoeken de volgende jaren, tussen Merem en tussen mij, dan ben ik ervan overtuigd dat we die partij in 2024 opnieuw een stap vooruit laten zetten, maar vooral voor mij van belang opnieuw beleidsverantwoordelijkheid laten nemen. Want ik zie, als wij niet aan tafel zitten, ja, dan zijn er toch een aantal van de grootste uitdagingen, die toch door iedereen als de grootste uitdaging naar voren wordt geschoven, klimaatverandering en ons antwoord daarop, ja, dat het dan een zeer flauw en mager beestje wordt als we niet aan tafel zitten.